zoals een hindersmacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Zoals een hindersmacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u. Zoals een hindersmacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Zoals een hindersmacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u. Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet. Adam, shlama hubba rahme, met mij hova, met nou. Maar de brede recht dat wat dat je kunt houden, dat je nu احنا معنا احنا على الميله ما قوى ديما شطوفني من ناحن اخواني قريلا البقر شكتاوا قيمتا من مزمورة خب عشما كيوت بحس ينكوني كيف الهوى النيالي هوى مش من بالا اللي اواني من كذاب تفيلي لبالي واللي ماريا لاها جمحكي يعني كلمة ماريا لروح دالا إلى جمحكا الليلة تخمنت البرناشة روح دالا جمحكا هون ميدنوخن جدوتا حب المريا مينا ومنشقيلا بدي بيوتني هنجي نبيوتنا خيي نبيوتن شني طاوي شني بريخي آتاري شوخن بسدوتن باوتن او مريا Als we kijken naar de Bijbellezingen die we vandaag gelezen hebben, Psalm 34 zegt duidelijk: Kom kinderen, dit is Gods woord. Dus koning David die het geschreven heeft, maar door Gods geest geschreven. Dus het is eigenlijk God die hier tot ons spreekt. Kom en ik zal jullie laten zien. Ik zal jullie leren wat ontzag voor de Heer is. Ontzag betekent vrees. Ontzag betekent liefde. Ontzag betekent onderwerping aan de Heer. Maar die is doet de Maria, maar hij hubbe de Maria. Zdoet al Maria, twaai al Mariela. Tjunkerna ik heb in de jaren als hier in Bagdad. Ot hamen gad alaha, ghamen bishra bele alamun. Ot hamen gad alaha, kedid ma kardi u hubbani u ala bish hubbani ele minne. Belegin yadugni u ala harag rabeli, u ala mari kuvvetli, u ala hubbeli, زدوتها شف أمرا قد لبنا بل وقين تين القرش اللي يعني مخبط هذا خمين قالوا ما نكا معنى دنا كلمة زدوت دماريا حب الماريا جرنا نقد خ كلمة كمرينا فلا ما هو إن هبران دش als we ontzakken voor de Heer betekent dat we hem erkennen als onze overste want het betekent ontzag betekent dat we opkijken met grote verbazing Dat iemand groter is, meer liefdevol is, machtiger is. En door dat gevoel, door die kennis, zullen we ook vrezen. Want wat als we tegen die Heer iets doen? Evenals zij liefdevol is, is zij ook rechtvaardig en is zij ook machtig. Terdile Maria laha, mari hubba hada, rabeli hada, mari kuwetele. Adam darab ahmachir, eskilek machir. Loma ki mir halon gebuten na khayge gebuten shne brige halon wana bi yabno ma khun na orkhat shabluten na dus als jullie het leven lief hebben en jullie willen goede jaren genieten wel kom en leer die Heer kennen en hij zal het je geven en in gebuten ga je liggen halon mariana bi yabno قد يديت أو قد قبلت بشقلوخ نخيي لآبة بدين دور دي كنس دور دي هير اللي ركنا اللي ارفارا
dan gaan we ook de zegeningen van de Heer krijgen. لوك من قيموتا خورا خالي من جرمن دي كيم قيموتا هذا خو بالا من الشانوخ لازال البيشوتا سبواتوخن دوغلا كريم الدوغلا تحيي لا تريش سبواتوخ كل من دي جرمو بتشي ليش بازوب ريختي بهوتو بهوت يتون فورت كواتس ان يليب فور وورد فان بدروغ. Dit hier is een heel sterk instrument, geeft hij aan. De eerste grootste waarschuwing is dit. Ons lippen, ons mond. Maar dan gaan wij met een schulmen die je verhouden op waar aan de dood is staan. Met de nessepoat, dan maak je hem ruiten. Hoe gaat het daar, wat gaat je heen, dat is een slim aan je kiemer. Kiemer djerm. En nessepoat, dat wil je van schmanja, allemaal gezellig, aan het leven. All the shan, I'm blabbing look. The shmeya. An. Haluk nog. Gatel. Ook in Spreuken zegt Salomo duidelijk. De tong. Dat is eigenlijk een van de. Dat is het sterkste instrument. Want of het kan leiden naar je redding. Maar het kan ook je leiden naar je verderf. Het is de manier waarop dat we die tong gebruiken. Dat we veel zegeningen kunnen krijgen. Of van vervloeking. De shan, kijk, maar dan ga je eens de shan uit besieren. Toen ga je meteen de shan letten. Verder, men gaat aan mechke te hawazar. Hoe het waar libba. Met de hteita. Maar kard, emrina aan het tawir. Wel, ik in mechke te hawa wishta. وهذا يعني هذا بيت الدمج ما خلناش ما قدروا نطاوا من كتاب مريا جبرينا نخرج بيت المر لو ما لما سالت سليمة كي برمتي لي كلمة ركيخة جمرك كلمة ليش جمرش اقعني كلمة مريا قد ركيخيتا تغدي لي على ركيخة او كلمة مريا ما يدخلي هذا قدر كيفوتا برناشا بشي بشقلين هاين قدر يشوتا ما خوني البرناشوتا برناشا من يشوتا يقار لك بشمي دوش وكان هاتت اوفر الورد فان غوت als ik met die tong die woord van God op een harde manier zeg op een niet gepaste wijze en ik ben er zeker van overtuigd dat dit toch het woord van God is dat ik aan de mensen aan het brengen ben. Dan nog zal het geen gehoor geven. Want, wat zegt Spreuken weer? Een zachte tong, die verzacht de harten. Een harde taal, die verhardt de mensen. En als we het woord van God in de zachtheid zoals het is, want God is zacht ook. God is hard, maar ook zacht. God is liefde. Als we op een liefdevolle manier die Gods woord kunnen overbrengen, zal het veel meer aanvaard kunnen worden dan met hardheid en dan met bedreigingen. Mesela, je hebt hier eten, welke men hemanuut en welke men lehemanuut en hapordaut aan mij met oa. عدم خيروني كلمة قد ويشويتا يا ويلي برناشا بامر اي اي من زدوتا بل قد ربحتو قد اكيز البيهي مانيت بل مش عيدا اش عن يالا السطرة قد زدوتا قد ويشويتا ما قيموخلي هم مجبور او من ديودت مجبور صاليتا مجبور لكن ماها عدم باش رابا لفرد باود من ديهي مانيت هل قبي يدوني ما قد بقلي مش شيعا قبي يالا قد كريم ماريا قد حبت ماريا ما قيمتنا هل قبل قد ركي خيوتت مشيحة ما خوب als we ons kinderen willen opvoeden natuurlijk, wij willen allemaal ons kinderen goed christelijk opvoeden en daarom verplichten we ze vaak je moet bidden, je moet dit doen, je moet dat doen maar omdat we het op zo'n harde manier zeggen zal het kind waarschijnlijk later een hekel hebben aan dat geloof. Daarom
dat we het met alle zachtheid moeten doen. Met de liefde van de Heer, zodat de kinderen niet vanuit verplichting, maar vanuit de vrije wil de Heer willen volgen. De dame is een kulle pechna in bakabli. Lemmens doet het babo, jemmens doet het keesa. Om de schia je doet het. En dan pak ik weg. Bene, ga me geen eten. Mas eigenlijk om een salsleman, je kiebre gaba, het schakel de keesa. En regialeg, nefret kiewit, men jaar. Nou, niet terbiet, maar zgoerheid. Om de schia je doet het. Maar aan de andere kant staat er ook in dezelfde spreuken van Salomo: als iemand de stok onthoudt van boven het hoofd van zijn kind, die haat zijn kind. Dus, Achama Salameira, Kerim het Maria gaat hubba, mag oefenen. Gaat brekje huita, bijna dat terbiet. En gerke benasha, kulbarnasha, babi, jimme, melbani. بل ده نتري أرجي بخان نخاج خدر الجخاجة بدليا لا حانق لا ملطان حانق أيان زخاجة Daarom is het belangrijk bij het onderwijzen, zoals we hier onderwezen worden door het woord van God, bij de onderwijzing moeten we een goede balans kunnen vinden tussen onderricht, goed onderricht, soms ook streng, maar dat de liefde zeker aanwezig is daar. En dan zal het kind wel kunnen luisteren. Achani, je doet niet meer waar je aan daima en na piel en na twiri aan ik shamini kalechen en na zadiqi kalechen ik shamini ma karet aat al jamjuri ma karet na khashita garshi aan abaten haver diehen en jom zure kimra hoe je shaya jayn jom nimerega kimra hadig ma khakir tawi en na sniqi أناني فقيري جالي الماي ونزحصهي بل وتاح الوشلة جالي لي تمندي بل ايقا أنا كمرنوخن أنا بجايبنا وأنا قد بريئة تقضي لنا الشوفة مقي من قول دماي مقي من إيلان زيتي مقي من خيي بتدي لنا متى أنا بودنا خيانتا Allah, Yadu, en de Zadiq, Achtuwa, Lektari. Zoals we met Psalm en ook in Jesaja gelezen hebben, de Heer die hoort de kreten van de rechtvaardigen, de kreten van mensen die nood zijn, de armen, de behoeftigen, zoals Jesaja het beschrijft, die zoeken naar water, zo dorstig, zo uitgedroogd, en die vinden niks, maar God zegt duidelijk, ik zal hun te hulp schieten en ik zal op de kale heuvels, in de woestijnen, ik zal hun gewone rivieren laten ontspringen. Met andere woorden, waar dood is, waar dood heerst, daar zal ik leven brengen. En het is God en hij heeft het vaak ook gedaan. En dat zien we ook. Lazarus dood, opgestaan. Meisje van 12 jaar dood, opgestaan. Jezus zelf gestorven in het lichaam, maar zoals Petrus het hier beschreven heeft, maar verrezen niet. Verrezen. Maar grote gaat water, de gagane, Allah gaat het geje. Doet het niet in de montage gemeente geje. De gezellen, en ik heb een paar tjana karof niet. La azar, lewa minta, lampen leven. Hij brak het recessie in de leeuw met taal. La, moet hem leela. Hij roept je het gejaal van de toal en met de kamer en echt aan een pakkele in Oorslum. Gacht hem is hier, gaat goed om de reel in Oorslum. Zeg hem, kom leela. Mashiach gaan, ik heb pakkele met de leeuw en ik ga hem aan, kom leela. En dat jij alleen je doet niet alle maat en ik kom met me. Niet allemaal om duidelijk te maken wat voor een God we hebben. Onze God is leven. En wie hem volgt, zal leven. Allah en Gayane, maar niet zal wat er gaat. Toen bij Rotalala niet.
لو ما إلى مشي حقا ما كيمر كيمر خبش حين أبون بيلوخن بل خارج لجهون بل خارج أخت بخاجوتني فيش خبش حين لك خاجوتني بل خارج أخت بخاجوتني قحرويت بل إيه قحر بشق دوتا بل قحرويت نحرويت الدنيا بويا بخدوتا بل خارج بخاجوتني أحرويت جب شقرويت نخدوتا وبين قوة الشيطان تبرر Jezus zegt ook in Johannes hier, nog een korte tijd en jullie zullen mij niet meer zien, maar dan zullen jullie mij weer herzien. Eerst zullen jullie verdrietig zijn, pijn lijden, maar dan zullen jullie mij terugzien en die verdriet, die pijn zal veranderen in vreugde. Johannes 16. Meilel alleen, wat betekent dit voor ons? Jij om Sheehan in Kevin Gaye. Laten we goed beseffen, het is de Jezus die leven geeft, leven schenkt. Want hij zegt: ik ben het leven. Ik ben het levend water. Waar Jezaja hierover spreekt. Ik ben de waarheid. De weg. De poort. De Alpha en de Omega. Er is niemand voor mij, niemand na mij. Mashiach ma kiemer, hoor jij nog stila? Kiemer aannemen. Ma yet gaye. Achalik ad isha'i kiemer an nasahye. Bat ghanna gad bariya. Gad dashta. Gad bariya mbeetna maai. Matan ghaeena ghaagood maai. Kiemer aannemen ma yet gaye. Aannemen lachm et gaye ot. Pelwalim shmeya almalad israel. كبر آني من قمايا وخرايا لقم مني إتوى لبطر مني بايت أنا جرم الشيحة كيمة آني من طارا آني من أرخى آني من بيهرا آنا وآنا وآنا كبر الشيحة يشت بلا شيء إقبلت إقبلت إقبل دي إقبل ياوي إرسي فقطيس Aanbied geen andere goden naast mij, want ik ben de Heer, de enige. Aanbied geen andere goden. En we zien op tal van plaatsen dat Jezus aanbeden werd. Hebreeën 1 vers 6. Alle engelen zullen die Messias aanbieden. Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Dus het lam dat geslacht werd, samen met degene die op de troon zat, die worden aanbeden. En we zien ook de magiërs die Jezus bezoeken, of de wijzen, die gaan Jezus aanbieden. Alle zeker die naar Jezus toe gaan, ze vallen op hun knieën en ze aanbieden hem. En dan pas geneest hij hen. En dan de zaken, als je gaat roepen, je hebt kiezen voor de Messiah, je hebt het gehoord, 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 je hebt Dus laten we goed weten wie die Heer, die Jezus is, onze onderwijzer, onze leraar. De geest die ook met David sprak, zodat hij die psalmen kon schrijven over onderwijs en lering. Ontzag voor de Heer, ontzag voor Christus. Zoet het, Maria, Maran is je Mashiacha. Hubba, Maria, Maran is je Mashiacha. Çünkü kimi lek hazütün ni beli, hazütün ni u eğil ne haşüta en kahrib da'rin gduta. Hani yapın adı gibi reytin vaktata di tıyne ve cema'at diye anlı verena. Ma ik hazık ni u enne kima elbet şimdi her aynı meseleyle. Qeynüyte mera mera ma haçı ki bemre mera dünya uvi. Maar ja, de mehbeel aliyala om raaien kiezen, gedoet dat is. En je gaat je wel te dalen. Dit is barnaas in okara, mari, lefete gaan schossan je batter de hadag. Tumben die hem door raaien leiden. Beli, hama gaat gedoet dat geen. Het is toch wonderbaarlijk. Als we zien, zoals Jezus het hier beschrijft, een vrouw die zwanger is en die bijna gaat baren. Eerst leidt ze een helse pijn. En gewoon een paar seconden later
Als het kind geboren is, weet ze niks meer van die pijn. Die pijn is veranderd in totale vreugde. Dat is toch wonderbaarlijk. Hoe kan iemand die eerst amper een minuut eerder super aan het lijden was, nu plots super gelukkig zijn en heel die pijn vergeten zijn? Dit is gewoon Gods werk. En hetzelfde, hoe hard dan ook lijden in de weg van Christus, maar eenmaal bij Christus zullen we beseffen, het was het allemaal waard. Ik eindig dat nog de Messias over water gaat water. Maar daar is men ook dat orgen de Messias. Rechen uit het taal dat orgen de Messias. Bij Adam zullen de zelen de oom Messias. En nog, oma laaien komen. In die jerre om raaien van haar chocolade. Bij de lauwe gedoet en lek gaan. Ik ga leiden Messias en aan de af. مروح صفقات الشمع جنجروح صفقات الشمع لازم بطر الدنيا صفقات الشمع طبيك لايت الشيج تنوارت ام فرمت لادة ان دين نولي ام غروسة فرفولغين ميت ماكا ام نيت اختر دو ويرل تغان مار اختر يجوز تغان is het allemaal waard? Hij belooft ons hier, het is het waard. U zult niks van het lijden herinneren. Achano li kellen sus. Kiemer laaien komen. Die toegaaien omraaien. Tummen in domraaien. Lek ga zoeken. Mijn domraaien. Ik ga schelen van die praktijken nog niet. Wat is dat lijden? Mestala. Sherribil. Wacht op gura. Hij is afgaat de Mashiha. Hij ben onura met schmokkeling. אחש שכן חיינה, ותם אחר אבא תרדין חיינה. וור גלטל פרקטיש, רוזי תסמן הפראו. אז שדיר יושי, אומילה ון, יזוס, וור יזוס, וילה אדוב לת פור, דן זו הוא היר כונה לבה, מר דה וור אילך מתם כונה לבה. מסלה, שרי בלבב אמרונה, ימה וברעתה, חמיאנה הוא, Gittena, kelta of mata. En dan in die praktijk. Hij is sabbat er Mashiha. Maar ik heb nog sabbat er gemati aan gemjali meer meeleni. Hij is aan sabbat er Mashiha. Afvodina. Gormakara Mashiha. Bezod op je willi. Als ik heb moeten lijden onder een gezag van schoonouders of wat dan ook, en zware ruzies meegemaakt, maar als ik dat kan vergeven en met hen in verzoening kan komen, hoeveel te meer belooft Jezus hier, en u zult gelukkig worden. Ga Mashiach, hij kan zo'n keer begaduiten. Hij kan hem ook nog afvoer, salho. Wil bachta gura, wil kul achenwata katwata, salahet. Lena zeg maar, die samida, wil hij die bepaalde hoog geloven die. Sabgat er shimme de mara nishe Mashiach. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk, maar we moeten het willen doen voor die naam van de Heer Jezus. Gaan die geta, we stellen gaan die praktijk geta en zo'n ding. Gerun zari wat er dunie, ali terkina dunie sabgat er Mashiach. Lama genida al tschachara, lama genida al shtaya, lama genida al diskoye. Lama genida al galvata kharbi. Zal je jij naar kunnen praten? Nee, we gaan drie of vier of kussara, Sahari, Galu. Hij gaat naar de mensen om Mashiach te herkennen. Het die feda. We gaan een keer op. Gaat dit niet zitten feda? Gaat dit niet zitten feda? Nu moet je gaan naar men die gaat naar Mashiach te herkennen. Maakt me verdrietig. Voorbeeld voor de jongeren. Een andere praktische lering. Als ik nu de wereld zou verlaten, dus geen alcoholgebruik omwille van Jezus, geen drugsgebruik, geen, niet naar discotheken gaan, niet als sigaretten of zo meedoen. Dus al die dingen die jongeren vandaag de dag doen, of heel laat wegblijven van thuis, tot middernacht of verder, 2, 3, 4 uur in de nacht. Als ik al die dingen weglaat omwille van Christus,
Is dat goed? Heeft dat enige voordeel? Natuurlijk heeft het voordeel. Alles wat ik voor de naam van Jezus doe, omwille van Jezus doe, heeft voordeel. En dat geeft mijn leven. Ik dacht, wat gaat waard dan? Ik heb hier een keer geen idee nog praktijk. Welle, en dan een jaar later heb je hele raten die ogen, maan de sheikh en madrren, sabhaat de gatjeskoek en acheni, madrren. Niet gewoon om maar te zeggen wat Jezus ons belooft als wij iets in zijn naam doen. En het boze in zijn naam weggelaten. Welke zegeningen dat we in de plaats zullen krijgen. Ik ga maar bij de ketip shakaloeken niet. Ik ga niet jammer sheikh en ben het alleen niet. خمن ديو صفاتر مشيحه ما ترى بركات ربطه بشقلخني خمن ديت صفاتر مشيحه ما مضر تلميذ قرر مره يا ماري يا ملبالن اقرا من يخلي طريلا ولبابا ويما كيف لديا جرنا من طريلا صفاتر ديو قالوا ادنجيا ميا. Dus de discipelen gaan eigenlijk met juist zulke vragen naar Jezus zeggen: Heere, we hebben alles verlaten voor u. Ouders, werk, gezin. Alles hebben verlaten om u te volgen. Wat zal onze beloning zijn? Misschien een maatje overleven. Geen moment die ooit een torje is afgaten, die dat mij gaat daar loven. Alles wat jullie om mijnentwil hebben verlaten, dit zullen jullie honderdvoudig terugkrijgen. Dat is de belofte van Jezus. Eeuwig leven met hem. In vreugde. Zonder verdriet. Leven met God is de grootste beloning die er kan zijn. Leven met Christus. In eeuwigheid. In vreugde. In liefde. Is de grootste beloning die er is. Hij ging geen jochen niet. Hij ging geen jochen niet. Geen abet. Maar bus. Een schat van doom die eten. Een berjaneni. Geen abet hebben die dat gedoet. Kijk, besmuurt dat. Lekker harig. Maar we zien te raben in domen die. Bezoek, ja, het ala, lekker lame. Als ik het goed heb, dan heb ik het goed lame. Maar ik heb het goed lame. Ja, het ala, hero. Goed lame, ja, ik heb hier een verkena, le baba. Dus we zullen met hem mogen leven en we zijn kinderen van God. Geen slaven. Kinderen. Een slaaf en een kind is heel verschillend, hè? Slaaf blijft slaaf. Kind krijgt alles. En wij zijn kinderen van God. Laten we dat goed beseffen. Ach, niet jij toch? Ja, let alaïo, ege gore de la u en alaïkuita, rachshogni. Laten we dat ook waardig ons gedragen naar dat kind zijn. Wij zijn kinderen van God. Borstelborg. En in vrede, harmonie, in zuiverheid met God leven. En je die via de Allah, Sadran, maar Mughli, gaat de laai kuita, gaat de Rishan Rama, wel ik het echt daar gezmet, ga je om naar de heen. Amen.